Ik hoorde dat dat imitatietalent in Huize Kwakman wordt overgedragen van vader op zoon. Ja, mijn zoon is ook liefhebber van de slimste mens. Dus we kijken vaak samen. En eigenlijk op het moment dat jij begint over de vraag van de dag... Als je het eerste woord zegt, dan begint mijn zoon gelijk met de imitatie van... voor de slimste mens, voor de app-spelers. Dit was de vraag van de dag. Wilt u ook zo'n slimste mens mok winnen? dat hoor ik dan gelijk rechts naast me op de bank. En dan, dus ja, dan denk ik, hij heeft toch iets van me. Eerlijk gezegd heb ik mijzelf hier niet in herkend. Hij is ook nog niet zo goed, maar dat komt wel.